Marco Lucinelli, de jonge Italiaan die er vandoor gaat in Imatra. De op twee na laatste Grand Prix in de klasse 500 kubieke centimeter met nog steeds Kenny Roberts aan de leiding. Het hele veld verdwijnt in de eerste bocht en de Nederlandse hoop was hoog gespannen zoals te doen gebruikelijk in Imatra. Want het was vorig jaar Boet van Dulne die hier een Grand Prix overwinning haalde. Dit jaar natuurlijk alle kansen voor zowel Will Hartog als voor Jack Middleburg. Lucinelli bouwde al gauw een voorsprong van zo'n 14 seconden op en dat was zeker niet kinderachtig. Terwijl Will Hartog het vreselijk aan de stok had met de man op de derde plaats, Rossi, de Italiaan, tegelijkertijd de teamgenoot van Lucinelli. Ja, en dan is het gebeurd. Dan is het gebeurd voor Lucinelli. Hij valt uit in de 13e ronde. We zien dat overigens in deze beelden van de Finse televisie niet gebeuren. En Will Hartog neemt de leiding. Will Hartog, die inmiddels van een derde naar een tweede plaats is verschoven. U ziet dat hier, Hartog met nummer 3. En Graziano Rossi, daar direct achter. Dan met het landschap op zijn helm. Op een tweede plaats na het uitvallen van Lucinelli. En daar doet Rossi toch nog een poging. En dat gebeurde in de 15e ronde. Hij pakt de leiding in deze Grand Prix voor Will Hartog op een tweede plaats. We zien daar ook Craig Wellington door het beeld gaan. Hij bracht de Kawasaki KR500 hier aan de start. En ook Willem Soet, die het op een 9e plaats erg goed deed, terwijl Jack Middleburg op dat moment verkeerde in 10e positie. Dat was Kenny Roberts. Roberts die hier in Finland niet aan de bak kon komen, maar daar is het gebeurd. Hartog heeft toegeslagen, de Witte Reus heeft zo'n seconde of 6 voorsprong gepakt op de tweede man op dat moment, Graziano Rossi. En Rossi zou later voorbijgestreefd worden door deze man, Franco Uncini. Uncini die tweede zou worden voor Kenny Roberts. Derde zou worden, moet ik zeggen, achter Kenny Roberts en voor Randy Mamola. Knap gereden van deze Hartog, die dan nu misschien toch terug is. Zei het dan wel dat dat te laat in het seizoen is. Er zijn nog 2 wedstrijden te gaan en de Suzuki RG500 mag dan goed zijn. Hij is zeker niet meer goed voor een eervolle klassering in het wereldkampioenschap. Want dat wereldkampioenschap zal ongetwijfeld gaan naar Kenny Roberts. Die op Silverstone over een paar weken in Engeland zijn wereldtitel kan prolongeren. Laatste ronde met 9 seconden voorsprong, u zag dat. Gegeven voor Will Hartog, die hier eindigt als eerste. Erg knap voor Kenny Roberts op zijn Yamaha. Voor Franco Uncini op zijn Suzuki, want hij pakt de derde plaats. Randy Mamola wordt 4e met zijn Suzuki. 5e wordt Craig Wellington met de KR500 Kawasaki. En het Nederlandse volkslied is voor Will Hartog.